Ik ben Thomas Schaak, 28 jaar en ben nu een aantal jaar bezig met schrijven, dus ben schrijver. Alhoewel dat nog niet gepubliceerd heb, maar ben nu bezig aan een kort verhaalbundel die ik hoop binnen hier en 2 jaar af te werken en voor het eerst te kunnen publiceren. Voor mij is het eigenlijk sowieso vrij belangrijk om in een collectief of iets dergelijks te zetten. Voor mij is het ook gestart van samenwerken met mensen met een beperking, samen poëzie zijn. En ik vind, samen met andere mensen beïnvloed je elkaar en doe je nieuwe ideeën op. En vind ik dat je elkaar veel vooruit kunt helpen en nieuwe inzichten kunt verkrijgen. Want anders is het schrijven al zoiets vrij solitairs. En verlies je soms wel de grip op de realiteit en de werkelijkheid dat je altijd gewoon in een kamertje zit. Ik ga iets doen met verhalen uit de Sint-Janswijk en dit jaar is er voor het eerst ook een mobiel werklab gecreëerd voor Memento. En dat gaat binnen 2 weken open, dus binnen 2 weken ga ik met mijn bakfiets in het weekend door de wijk gaan en verhalen gaan verzamelen die ik dan ga verwerken in een voorstelling samen met een danseres Adeline van Ecke. Vincent, Aarschotstraat 36. Nog een uur heeft hij de tijd om zijn trein te halen. Echt gegaast is hij niet. Thuis zit er niemand op hem te wachten, nog zijn er vrienden waarmee hij afgesproken heeft. Hij passeert hier dagelijks. In de ochtend gegaast, in de avond kuierend. Plots merkt hij een nieuw gezicht op. Haar heeft hij nog nooit in deze buurt gezien. Ze heeft een lichtgekleurde tint, blauw gestifte lippen. Om haar goed te kunnen observeren gaat hij aan de overkant van de straat staan. Haar lompe bewegingen lijken niet bij haar slanke lichaam te passen. Na enkele minuten kijkt ze zijn richting uit, dreigend.